Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Acito. Welkom en leuk dat je kijkt naar Heracles TV. We beginnen deze uitzending met een terugblik op afgelopen weekend. Heracles Almelo kwam zondagavond in eigen huis in actie tegen Almere City. Prachtig initiatief. U ziet de speciale mascottes vandaag. Hun broertjes en zusjes lopen mee met de spelers van Almere City. Het is, ik heb zoiets nog nooit gezien. En het is prachtig dat het dan vandaag kan, dat Heracles dit vandaag doet. Racing, Robinet, Kathleen. Kathleen neemt zijn tijd en scoort. Het is een verdiende voorsprong voor Almere. Het meest frustrerende is denk ik weer de twee tegendoelpunten die we krijgen. Erg klaargelegd. Kathleen, oef, volledig. En dit is een penalty, ja. Kathleen raakt de bal helemaal verkeerd. Die heeft eigenlijk nog steeds de pest in. Maar dat hoeft niet voor de 0-2 en voor zijn negende van het seizoen. Het is 2-0 voor Almere City. Bij de eerste paal gelegd, nog niet weg. Omhaal op een arm. En dat is een strafschop. En net zo feilloos als Robinet dat deed in de eerste helft. Aan de nummers 9 kan je wel een penalty overlaten. Nou, uiteindelijk komen ze met 10 man. En dan wordt het voor ons veel van kant naar kant spelen, ballen erin gooien. Ik denk dat wij echt wel een paar kansen hebben gehad die normaal ook gewoon ingaan. Steekpaasje, goede combinatie, Rustić! Oh, wat een prachtig doelpunt! Aydin Rustić! Prachtig in de hoek geveegd! Alleen ik ben wel heel erg, ik ben sowieso vaak teleurgesteld na een nederlaag of een gelijkspel die we kunnen winnen. Maar dat geldt ook wel voor vandaag. Hoppakart, snelt er maar weer eens langs. Dat is goed. De voorzet is strak, valt goed, maar op de paal gerost. Niet zoiets dat je zegt 2-0 achter gestaan, van diep gekomen, 2-2. Ja, ik denk als je de kansen ziet in de tweede helft, dan moeten we gewoon winnen. Bal is goed, ineens uithalen, zo, dat was er bijna nog zeg. Wat een knal. Van Engels. Ja, 2-2 lijkt me op zich wel een terechte uitslag over deze wedstrijd. Maar dit was nog zo bijna een schitterende winnende geweest. Oei, 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 oei. En dan eindigt het in 2-2. Het was genieten vandaag. Deze week werd bekend dat Enes Ouahim Heracles Almelo per direct gaat verlaten. De middenvelder wordt een jaar verhuurd aan FC Sheriff Tiraspol. Ouahim speelde 57 competitieduels voor Heracles Almelo en was daarin goed voor 10 doelpunten en 9 assists. Ik denk het ging heel snel. Toen was Frank Wormuth nog hier. Ik kwam hier naartoe en heb ik denk 2 weken later gelijk gespeeld. Mijn eerste wedstrijd tegen PSV, denk ik. Was mijn eerste wedstrijd in gelijk basis. Was een geen slecht speel van mij. Dan heb ik de volgende wedstrijd ook weer gespeeld tegen, ik denk het was PEC, maar ik weet het echt niet. Daar heb ik nog een assist gegeven. Ja, en dan natuurlijk, als je een assist geeft, dan blijf je staan en dan speel je. En het eind van het seizoen was niet heel mooi, die degradatie. Was natuurlijk voor mij heel moeilijk ook dat te accepteren, want ik denk niet dat wij dat hadden verdiend. Maar soms gaat het zo in de voetballerij. Dan was gelijk klaar voor mij. Zeker dat ik hier blijf en ik wil alles geven dat deze club weer terug in de Eredivisie komt. Ja, die strijd en die passie die hebben we altijd bij jou gezien. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ja. Ja, want je nam de ploeg ook vaak op sleeptouw. Ik kan me nog MVV uit herinneren waarin je echt fel aan het dekken was en zo. Is er ook echt iets wat bij jouw spel hoort, die felheid? Ja, klopt. Ik probeerde, dat heb ik geleerd toen ik in de derde league in Duitsland heb gespeeld. Ik kwam van FC Köln, was ik in de Bundesliga heb ik in 1 wedstrijd gedaan en meegedaan en eentje in de Europa League. Maar toen zegde zij tegen mij, oké, je gaat in het tweede team spelen met een profcontract, maar ik wilde graag professioneel voetballerij spelen. Dus heb ik die optie gehad naar de derde league te gaan. Ik heb gezegd, oké, dan gaan we dat doen. De derde league in Duitsland is nog steeds een hoger niveau. En toen ging ik daar naartoe en ik
als je daar kwaliteit hebt, maar niet kan vechten en niet kan strijden, dan ga je daar helemaal niks doen. Dus ik heb het daar geleerd en vanaf dan was het altijd in mijn karakter gewoon van de voetbal. Ja, ik denk dat het ook wel iets is wat jou dan ook een completere voetballer maakt, toch? Ja, klopt. Ik denk dat is heel belangrijk en dat zeg ik ook vaak tegen jongere spelers. Ik denk, het gaat je alleen een betere voetballer maken. Als je goed kan dribbelen of goed kan schieten of goed kan voorzetten geven. Als je dan nog vecht en ballen wint, ballen afpakt. En ik denk dat is een ding, dat kan iedereen leren. Het is niks wat je vanaf begin hebt. Dat kan je echt leren. Als je vandaag zegt, oké, ik ga alles geven in de wedstrijd. En strijd geven, dat kan je altijd doen. Ja, vorig jaar kampioen geworden. Hoe kijk je daarop terug? Ja, de promotie was natuurlijk heel anders. In Osnabrück ben ik 1 keer promoveerd naar de tweede league. Toen heeft het niemand verwacht. En hier was het met Heracles Almelo. Iedereen had gedacht, oké, jullie moeten het doen. Dus het was natuurlijk ook een beetje druk voor ons. Maar op het moment als het klaar was, valt natuurlijk heel veel druk van je af. En dat was heel mooi. Ja, het mooiste was misschien wel dat jij op de schouders zat bij het publiek. Ja, klopt, ja. Ja, nog even terug naar dit seizoen. Je kreeg een iets andere rol. Hoe zag dat eruit? Ja, ik ging een beetje lager staan, bedoel je dat? Ja. Ja, ik ging op de 6 staan, vaker. Ik denk dat heeft daarmee te maken dat ik kan vechten en kan strijden. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat John Lammers heel goed voor mij was. Hij was een... als mens was hij heel belangrijk voor mij. Hij was een mens die naar mij toe kwam en heeft gevraagd, hey, heb je een dag nodig om naar je zoontje te gaan? Want mijn zoon woont 4 uurtjes van hier weg, dus ik moet 8 uur rijden om hem te zien. En hij was daar... Ja, ik moet echt zeggen, dat heb ik niet vaak gezien. Iemand die zo'n goede mens is en zo met een speler werkt, zoals hij dat met mij heeft gedaan. En hij zegt tegen mij, je kan gewoon ook 6 spelen. Dus je kan vechten en je kan ballen afpakken. En als je niet te veel dribbelt als je dat 30 meter voor de doel doet, dan is het goed. En ja, dat heb ik geprobeerd en ik denk het was niet slecht. Nee, als we dan kijken naar dit seizoen, wat was je hoogtepunt? Misschien wel doelpunt tegen AZ uit? Belangrijke goal? Ja, maar ik denk de doelpunt tegen NEC was een beetje belangrijker. Want het was in het begin van de seizoen. Ik weet niet, was het de eerste overwinning? Ja, en dat was een periode van ons waar we veel punten hebben gepakt die nu nog steeds heel belangrijk zijn. Dus ik denk, als je een wedstrijd wint, dan heb je zo'n beetje een goed gevoel voor de volgende wedstrijd. En dat was die periode waar we 4 punten hebben gepakt. Dus ik denk, eerste thuiswedstrijd en overwinning, dat is altijd belangrijk, ja. Is dan in de winterstop een beetje een kantelpunt voor jou geweest, persoonlijk? Want volgens mij ben je ook nog geblesseerd geweest op trainingskamp. Ja, klopt. Ik ben geblesseerd geweest. 2 weken had ik een beetje last van mijn hamstring. Maar ik wil echt deze trainer niet tekort doen. Hè. Dat is zijn beslissing en ik heb heel veel respect daarvoor. Hij was ook altijd eerlijk tegen mij, hij heeft het gezegd. En zo is het in de voetballerij. Ik ben de speler en ik moet accepteren en respecteren wat de trainer zegt. Als hij nu op dit moment kiest voor andere spelers, dan moet ik dat gewoon accepteren. Maar ik moet voor mijzelf ook kijken wat het best voor mij is. Ja, want hoe lastig is het voor jou als speler dat je in 1 keer, je bent gewend om 2 jaar lang eigenlijk bijna alles te spelen. Dan kom je op de bank terecht. Het lijkt me best wel moeilijk. Ja, klopt. Ik denk het is nog moeilijker als je merkt van oké, je hebt het gevoel van normaal gesproken speel je altijd. En ik ben echt een speler die wil graag alles spelen, maar ik denk er zijn alle spelers die willen graag spelen. Dus ik ben niet beter dan een andere speler of zo. Maar als je het gevoel hebt van oké, nu ook in de laatste wedstrijd was het gewoon zo dat ik ook helemaal niet erin gekomen ben en ingewisseld worden ben. En dan denk je ook van oké, misschien is het nu de moment om te kijken. En ik heb ook gesprekken gehad met de club en ik denk dat is de beste beslissing voor mij. Ja, ben je dan blij dat de club ook meewerkt aan deze oplossing voor jou? Tuurlijk, heel veel respect, daarom zeg ik het. Iedere mens heeft een plaats in mijn hart. Hele Heracles Almelo en iedere mens hier
Want alles was altijd heel respectvol. Nico Jan ook was voor mij ook een heel belangrijke persoon hier in deze club. Hij heeft veel voor mij gedaan, was altijd daar voor mij ook. En ook in deze situatie heeft hij echt ook probeert voor mij een goede oplossing te vinden. Want ja, hij heeft ook tegen mij gezegd dat hij mij heel erg valideert. En dat heb ik ook gezien in acties van hem en Rob. Ja, wat zijn de plannen bij je nieuwe club met jou? Dat gaan we zien. Ik ga daar naartoe, ik ga alles geven. Ik hoop dat ik goed kan performen, goed kan spelen. En als ik het goed doe of als de club wil, gaan ze mij kopen. Dan blijf ik daar. Als ik het niet goed vind of iets anders gebeurt, dan kom ik terug. In de voetballerij weet je het nooit. Maar ja, ik ga alles geven. Hoop dat ik goed kan performen, ook in de Europese voetbal. En dan gaan we het zien. Afgelopen maandag speelden de reserves van Heracles Almelo een oefenduel tegen de reserves van FC Twente. En in Hengelo krijgt Heracles Almelo in de eerste helft een strafschop. Jordi Bruin achter de bal en de redding is er van doelman El Maach. En in tweede instantie kopt Jordi Bruin de bal alsnog binnen. En zo leidt Heracles Almelo met 1-0. Dat is ook tevens de ruststand. Dan beelden uit de tweede helft. Dit is Taha met een afstandsschot. En een zeer fraai treffer. Doelman Fabian de Keizer kanseloos op deze uithaal van Younes Taha. En dan gaat FC Twente door. Dit is Boadou. En daar is de overtreding van Jetro Willems. En dat betekent een strafschop voor FC Twente. Boadou zelf achter de bal. En hij verschalkt doelman Fabian de Keizer. En zo FC Twente op een 2-1 voorsprong. En dan 5 minuten voor tijd. Dit is doelman Fabian de Keizer. Die ziet Mario Engels vertrekken in de diepte. Die wint daar het duel en ziet doelman El Maach iets te ver voor zijn goal staan. En rond het zeer fraai af. Mario Engels dus met de 2-2. En zo eindigt dit oefenduel tussen de reserves van FC Twente en Heracles Almelo in de remise. 2-2. Ik denk dat we trots mogen zijn op de eerste helft. In ieder geval we samen gestreden hebben. Tweede helft vond ik het begin. Kregen we wat moeilijkere druk op de bal en stonden we wat te laag volgens mij, voor mijn gevoel. Waardoor dus zij meer de overhand hadden. Dan valt ook de 2-1. En daarna gingen zij eigenlijk weer terug trekken. En toen merkte hij ook dat de vermoeidheid wat speelde. En toen was het, we speelden een beetje de bal rond. Ik moet zeggen, ik vond dat wij wat dominanter waren over het algemeen. Dus ik kijk met een goed gevoel hierop terug. Ja, in hoeverre is zo'n vechtwedstrijd ook leerzaam voor jullie? Ik denk dat het hartstikke belangrijk is. Hoe wij de eerste helft gespeeld hebben, is het denk ik voor elke ploeg moeilijk om tegen ons te spelen. En ook voor in de competitie is dat natuurlijk hartstikke belangrijk voor ons om de punten daarmee te halen. Ja. Ja, veel jongens hebben ook speelminuten kunnen maken die de afgelopen weken misschien wat minder speelminuten hebben gemaakt. Hoe fijn is dat voor een speler? Ja, hartstikke fijn. Zo hou je toch nog het wedstrijdritme, het wedstrijdgevoel. Nu ook tegen een goede tegenstander met een aardig elftal. Is dat zeker fijn. Weer lekker te ballen, lekker weer ritme op te krijgen. Ja, super fijn. Ja, wat is het voor jou persoonlijk? Want even ziekjes geweest, ben je weer fit? Ik ben hartstikke fit. Nu 90 minuten gespeeld, dus ik ben fit en het voelt weer fijn om weer een wedstrijd te spelen. En nu ga ik keihard mijn best doen om weer in de basis te komen. Ja, hoe leuk is het, zoals vanmiddag, veel jongens ook uit de academie die meespelen, waar jij misschien ook mee samen hebt gespeeld, denk ik, in het verleden. Hoe leuk is dat? Ja, nee, het is hartstikke leuk natuurlijk. Je was eerder elke dag met elkaar en dan op een gegeven moment de een naar Twente, de ander naar Heracles. En dan kom je elkaar nu weer tegen. Laat, in de tweede helft op het einde was er heel veel onderling ook de spits van de Golf Hesseling kwam erin. Heb ik ook altijd een beetje mee je wint geen duel, dit en dat. Dus dat is hartstikke leuk om dan weer tegen hem te spelen. Ik vind dat mooi om te zien, om iedereen weer terug te zien hier. Heracles Almelo gaat zondagavond op bezoek bij Feyenoord. De Rotterdammers staan momenteel tweede op de ranglijst in de Eredivisie. Volgende week donderdag zijn we terug met een nieuwe uitzending van Heracles TV. Dank voor het kijken voor nu en heel graag tot volgende week. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Acito.